Voor NEC staat zaterdag weer de eerste competitiewedstrijd van 2022 op het programma. NEC wilde zich voorbereiden in Spanje, maar kwam haast overkop toch weer terug van het trainingskamp. Was het achteraf al zo slim om te gaan? Nee, want je maakt vooraf keuzes en dan is achteraf altijd makkelijk praten. En we hebben daar goed getraind. We hebben die beslissing genomen. En wat ik al zeg, goed getraind, goede omstandigheden. En we hebben ook de beslissing genomen om eerder terug te gaan. Afwezig zijn nog steeds onder andere Barreto en Okita. Wanneer kunnen ze eigenlijk weer spelen? Ergens in de toekomst. Dat is moeilijk aan te geven wanneer precies. Maar die werken aan hun herstel. En dat gaat wel de goede kant op. Maar ze zijn nog niet zover dat ze al op het veld staan. Maar, of vandaag op het veld staan in ieder geval. Maar die zijn niet aanwezig morgen. En ja, moet even zien wanneer wel. Odenthal's contract loopt af en hij is in gesprek met NEC over zijn toekomst. Wat wil hij? Nou ja, ik heb ook gezegd, ik heb het laatste is geloof ik een stuk bij de Gelderlander uitgekomen. Ik heb ook gezegd dat ik gewoon waardeer wat ik hier heb. En nogmaals, ik waardeer wat ik hier heb, maar we kijken gewoon wat er allemaal gaat komen. Ik ben nog wel gewoon in gesprek met NEC over een contractverlenging. Ja, ik ben in gesprek met NEC. En ja, op een hoever stadium zit je daar dan mee? Ja, we zijn gewoon in gesprek met elkaar. De eerste competitiewedstrijd van 2022 is thuis tegen Heracles. Daar wist NEC te winnen. De voorbereiding van NEC was optimaler als die van de tegenstander. Nou, ik weet niet of onze voorbereiding optimaal was, dat heb ik niet gezegd. Ik bedoel, uiteindelijk hebben we ook geen oefenwedstrijd gespeeld, maar Heracles ook niet. Dus dat is precies wat ik zeg. Het is afwachten hoe je uit een winststop komt, maar dat is het altijd. En wij gaan proberen gewoon ons spel te spelen, ons niveau te halen wat we voor de winter hebben gedaan. En dan zullen we wel zien. Het is altijd een beetje spannend. Zaterdag om 7:15 trapt NEC af tegen Heracles thuis in de Goffert. Natuurlijk ook weer live te volgen op de radio bij RN7.